geen les komen. Ja, als je kijkt. Hey! Wat hoor? Nou, ik doe even kort verslag. De politierechter heeft aan het verweren van de advocaat getrokken, maar. Wat hij heeft gezegd is, de feiten van de verweren zijn zo verweren van de advocaat zijn zo verweven met de feiten, dat er nader onderzoek gepleegd moet worden, dat daarom de rechtszaak wordt uitgesteld. En dat houdt dus in dat nu weer mag gaan. De anonieme persoon mag ook gaan. De rechter zegt, let op, het is geen vrijspraak, er komt nog nader onderzoek. Maar ze kunnen anonieme pakken. Nee. Ja. Dat is wel vrij. Ja. Kom je naar mij te wijzen? Ja, jij ja, dan moet je achterna gaan zitten. Op paard of zo, weet ik veel. Op de fiets met zo'n helm. Misschien kan Sinterklaas het helpen. Niks voor jou. Nee. Okay. Nee. Voorlopig een vrijspraak. Zo, ik ben blij. Ja, dat is fijn. Dus nu is het nou, mooi, man. Feest dit. Nou, bedankt. Ja, super. Ja, maar het is voor jullie natuurlijk ook niet leuk om mensen. Het is voor jullie natuurlijk ook niet leuk om mensen. Aan wie? Inderdaad, ligt aan wie. Ja, als je een boef pakt. Ja. So maar dat is met kraken. Kraken zijn niet de boeven. Dat zijn juist die mensen die speculeren met beleggers. Die woningen die gebruikt moeten worden om in te wonen, in te werken of voor sociale cohesie. Die gaan ze als speculatieobjecten mee om. Die laten ze verkrotten. Maar daarmee, het is niet alleen eigenlijk moet je verkort een stad, weet je wel, en het moet gewoond worden en geleefd worden in de stad en gewerkt worden in de stad. Ja, over waar je te voor kan zetten is verkeerd, zeg ik altijd. Ja, best wel. Ja. Maar soms wel is het tevreden, ook gekraakt, dat is niet echt tequila misschien. Iemand taart van het pad. Daarvan is ook niet goed, hoor. Ja, precies. Ik snap wel dat het lullig is dat het leeg staat, maar dat heeft niet jouw recht om daarin te gaan zitten. Nee, daar zit een kantje aan, want als je een pand een jaar lang leeg laat staan, en dat is zeg maar dat met het was zo dat je dus een jaar lang moest het leeg staan eerst. En binnen een jaar, dat de meeste huisbazen die welwillend zijn, dus goede intenties hebben met hun vastgoed, die weten heel goed hoe de wetgeving werkt op dat punt. En die kunnen ook er wat mee doen. Die weten er zo wat mee doen. Daarom is ook kraken als een voetje achter de deur altijd heel belangrijk geweest. Gewoon als een stok achter de deur. En als je dan zeg maar een krakersring hebt en je hebt toch goede intenties met je pand, dan kan zo'n eigenaar altijd nog een kort geding aanspannen om die krakers uit te geven. Dus de middelen zijn er om krakers uit je pand te krijgen. Ja, plus dat heel veel krakers hun panden opknappen. Weet je, er gebeurt heel veel positiefs in die krakers. Ja. Er is ook heel veel uit voortgekomen. Maar de vraag was, is het nodig? Ja, het is nodig, want je gaat niet voor 5 jaar op een wachtlijst staan. Sommige steden staan 9 jaar. Ja, dat is waar. En dan, als je niet via de reguliere... Ja, precies. En die leegstand, dat is een hartstikke mooi... Het is ook een ideaal streven. Het is een politieke overtuiging. Het geschiet uit politieke overtuiging. Dat je daar wat mee wil doen. Je geeft er een bestemming aan. Een tijdelijke bestemming wel, want het is niet jouw eigendom. Het is fantastisch en het werkt zo goed. Gewoon omdat het voorkomen zonder subsidies, zonder geld, worden er gewoon volkskeukens, kleine bioscoopjes, weghebwinkels, creatieve centra, podia voor bands die niet voor het geld doen als waren. De fantastische dingen kunnen daar gedaan worden, omdat je juist de faciliteit hebt om iets ermee te doen wat niet commercieel achtergrond En dat is op zich snap ik ook wel. Ik koop een huis, ik betaal ervoor. Ja. En ik weet dat andere mensen gewoon gratis zitten. Dat is ook weer een beetje onrechtvaardigheid. Ja, maar dat is twee kanten. Precies. Ja, dat ben ik wel mee eens. Ik ken ook hele lullige gevallen hoor van kraken. Ik wil niet zeggen dat het alleen maar leuk is. Ik ken heel veel gevallen waarin een goede verstandhouding is met de eigenaar. Iets dergelijks. Je hebt natuurlijk ook wel eens dat het om een heel lullige reden of zo, dat iemand weet ik veel ziek is of dat iemand net zo geleden of een erfenis wordt gekraakt. Dat zijn hele pijnlijke dingen en dat gebeurt ook wel, maar dat is maar een heel klein percentage denk ik van de gevallen. Meestal, mijn ervaring daarmee is dat het echt wel heel leuk gaat allemaal. Maar ik vind het wel interessant om dit gewoon zo te horen, weet je wel. Ja. Meestal hoor je het van één kant, ja. Je hoort het niet helemaal hoe het anders zit. Dat is ook alweer... Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Maar wat is nu echt precies de reden van... Jongens, daarom gaan we het verbieden. Nou, ik denk dat er Europese belangen een rol in spelen. Met die hele Europese Unie. Dat bepaalde dingen die zijn dan niet in de haak volgens het Europese parlement. Blablabla. Ik denk dat het ook is omdat het nu ontzettend een verschuiving naar rechts is in Nederland. Dus dat in ieder geval PVV, CDA, VVD, ChristenUnie. Die hebben natuurlijk allemaal een mandaat. Die hebben dat gezegd dat ze dat we er doorheen wilden, dat verbod. Maar de regering werkt al jaren en jaren aan een kraakverbod. Maar het is nooit echt goed gelukt om een goed verbod te maken.
Omdat altijd was er nog heel veel leegstand en woningnood. En nu nog steeds is dat er. Maar... Er is niks opgelost. Ik begrijp dat die kraakwet strijdig is met bepaalde Europese regels. Dan kun je toch stellen dat die wet slordig is voorbereid? Die is heel slordig voorbereid. Of... Maar dat zou je denken dan. Nou, maar als ik van jou hoor dat die een jaar is voorbereid... Dan blijkt het dus eigenlijk helemaal geen goede wet te zijn. Dat het eigenlijk volgens hun eigen regels ook niet kan. Nee. Maar op de puntlijn... De puntlijn van, volgens mij van Kraken is woonrecht. Dat staat in het Europese verdrag van de verklaring van de rechten van de mens. Ja. Weet je, dat is een beetje waar het om gaat, denk ik ook. Wat ik ook nog wil inbrengen in de discussies en al die leegstaande kantoren. Weet je, dat is enorm veel kantoren. Ja, absoluut. 1,2 miljoen in Amsterdam geloof ik alleen al aan leegstaande kantoren. Vierkante meter alleen. Vierkante meter. Okay. Hey. Nou, zo is toch ook begonnen, begreep ik toch? 1,2 miljoen. Ja, natuurlijk. Ja, nice. Uit pure woningnood. 1,2 miljoen vierkante meter in Amsterdam alleen. Ja, ja, ja. Jezus. Ja, dat was kantoorruimte. Ja. Maar dat, kijk, dat nu komen er zeg maar, derde generatie bedrijventerreinen in de laatste polders die we nog rijk zijn. Gelukkig nog rijk zijn. Ja, die gaan ze helemaal volplempen met bedrijventerreinen. Ja, wacht even. Want ik heb geconstateerd dat in het arenagebied... dat ongeveer een derde van de kantoren leeg staat. Ah joh, er staat, ik heb gesproken met een gast van die in de jongere sectie zit van D66 in Amsterdam. En die vertelde dat de gemeente erom zit te schreeuwen dat er een pand dat naast de arena staat gekraakt wordt. Omdat het eindeloos gezeik is. Ja, 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 ja. En dat omdat die eigenaar daarvan, die heeft het gebouwd, zeg maar, op de plek. En die heeft gewoon gezegd tegen de gemeente. We gaan er de komende 20 jaar niks mee doen. Ja. En waarom niet? Ja, wacht even, ja. Omdat we hebben het alleen maar dat pand aangekocht. Maar met de nieuwe wet is toch ook dat de gemeente meer, of dat de burgemeester meer macht heeft, toch? Toch iets zoiets? Nou, het probleem is dat je daarmee een bodemprocedure krijgt. Je gaat uiteindelijk een bodemprocedure in. En dat duurt 30 jaar voordat je dat eruit hebt. Je hebt die gasten, ja, serieus. Die gasten van de VU. Ja, dat moet dan sneller kunnen gaan. Er zijn huizen doen, die staan op het terrein. Protocol. Er staan huizen op het terrein van de VU. En de VU wil uitbreiden, hè, in Amsterdam. En die mensen in die huizen die willen niet weg. Die willen hun woning niet weg hebben. Maar dat terrein, dat stuk is eigenlijk wel van de VU daar. Maar ze zijn omste beurt, is dat rijtje huis wat er staat, zijn die zaken aan het aanspannen, zeg maar. En dat is nu al 20 jaar bezig. Ja, onteigenen, zeg maar. Maar die langdurige leegstand, die moet aangepakt worden. Die langdurige leegstand. Het gaat niet natuurlijk om even een leegstand. Even een paar maanden leeg. Nee, precies. Maar dus... ook die kantoren. Want even op terugkomen. Er is ook een geval. Een vijfde van de kantoren die nieuw gebouwd is. Wel onder hele mooie gebouwen. Dat is zo'n wedstrijd ook. Op dat level kan ik ook weer waardering voor hebben. Want het mooiste gebouw. Oude kantoren en zo. Een vijfde van de kantoren. Er is nooit iemand in gezeten. En het blijkt dus dat er subsidies voor bestaan. Want iemand heeft daar winst op dat het zo gebouwd wordt. Ja, en wie betaalt dat? Ja. Dat wordt dan met belastinggeld gewerkt van een groot gedeelte die subsidies in. Weet je wat ik leuk vind van Kraken? Dat je direct de bestemming ergens gaat geven. Als een pand inderdaad echt gedoemd is om jaren en jaren lang te verkrotten, jaren lang leeg te staan, dan gaan er altijd bureaucratische procedures overheen. Hè. Dat duurt zo lang. En als je op het moment dat dit is gekraakt, hebben we een paar mensen weer een woning er eventjes bij, tijdelijk dus. Hangt er maar weer vanaf hoe dat zich manifesteert uiteindelijk. En er kunnen direct allerlei activiteiten plaatsvinden. Bijvoorbeeld een eetcafé, een volkskeuken of iets wat er maar ruimte is. Kunstenaars die ruimte nog hebben om... Mooie raad toch ook? Is er ook weer gemaakt? Wat zeg je? Mooie raad. Weet ik niet. Ooit begonnen met kwaad. Paradiso. Ja, Paradiso, Tivoli natuurlijk in de stad is gekraakt. Kruijvoort is gekraakt. Tivoli in heel veel voor het kraak. Ja joh. Ja. Ja, dat is natuurlijk allemaal weer geprivatiseerd. Ja, kan je wel een beetje een soort aan het terugzien ofzo? Ja, die sfeer is nog wel heel oorspronkelijk. Ja. Vrije vloer misschien ook wel. Maar je kan ook qua muziekstijl is het ook een beetje natuurlijk alternatief, zeg maar. Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die ook met evenveel plezier muziek maken, maar die dus niet zo'n groot podium hebben. Nee, ja, en die kunnen dan juist, kijk, die zouden dan echt eigenlijk alleen maar in de kraakbeweging hebben, zeg, een podium. Omdat daar gaat het dus gewoon echt van, nou joh, je bent een jong bandje. Doe maar wat, weet je, kom maar langs. De drempel is heel laag vaak en er zit ook een commercieel winstoogmerk achter. En dat maakt het heel toegankelijk. En
En ook om dingen te organiseren gewoon. Want ik bedoel, het kost verschrikkelijk veel geld om mensen te boeken. Oké, mensen. Maar als je zegt, ja, Joep, de Kees doet dat. Vandaag zijn we hier om te protesteren tegen de onrechtmatige en gewelddadige ontruiming van de koningin Wilhelmina Johanna 7 op 1 november 2020. Voor mensen die het honger hebben opkomen, weet je wel, mensen van, of gratis kleding, weet je wel, met die weggewinkels. Dit is gewoon, terwijl kapitalisme gaat alleen maar over rijker en rijker en rijker worden, terwijl andere mensen alleen maar armer daardoor worden, want er worden gewoon landen gewoon structureel uitgebuit. En als je kijkt dat bijvoorbeeld een miljard van de mensen die moet zien de broodkorreltjes binnen te krijgen, omdat ze dan nog in leven blijven. 2 miljard mensen die moeten kijken dat ze niet te veel eten, omdat ze anders dik worden. Nou, die verhoudingen, armen, rijk en honger. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Dat is denk ik het resultaat van kapitalisme. Ja, we hebben het nu over de ziel verkocht aan het kapitalisme zo. Ja, ben je ook met die stad van Illuminati en alles? Hoe definieer je dat? Wat zijn Illuminati? Nieuwe wereldorde. En dan krijg je ernstige gevoelingen. En dan denk ik van ja, het paard is kwetsbaar. Die breng je als politie breng je die in een situatie wat een rel kan worden of kan zijn. Of in Amsterdam was het een heftige rel en dan zetten ze die paarden erin en dan gaan ze klagen. Dat de paarden gewond raken, dan gaan ze klagen over de relschoppers. Denk ik, nee, jij brengt dat paard in die situatie. Het is altijd een beetje van beide partijen uit. Ja, maar het is niet alleen. Nee, want er is een relsituatie ontstaan. Waardoor die is ontstaan, geen is niet op relevant. Wij hebben geen dieren op demonstratie. Het is niet relevant hoe de rel ontstaat. Het feit is, je kunt het, degene die de rel schopt, wie dat doet. Nou, ik wens jullie veel sterkte. Zorg goed voor jezelf. Ga niet over de grenzen. Ja, zo nu dan moet je misschien wel tegen de grenzen oplopen. Dat is soms helemaal niet ongezond. Maar ik wens jullie veel succes. En nog een mooie demonstratie, zou ik zeggen.